Oh, de bel gaat. Dat betekent dag 3 van de examens. HAVO en VWO beginnen vanmorgen met geschiedenis. Tussen de vele examenkandidaten zitten ook mensen met een bijzonder verhaal. En Carlijn Houteman heeft die persoon gevonden. Een zeer indrukwekkend verhaal ook, Carlijn. Goedemorgen. Goedemorgen, inderdaad. Dat is me nogal een verhaal. En dat is het verhaal van Bradley Schellekes uit Goorlen, waar ik nu lekker aan de ontbijttafel zit. Maar geen ontbijt op tafel, maar nog even de studieboeken. Want Bradley gaat zometeen Nederlands maken. En dat hij mee gaat doen aan de examens, dat is toch best wel bijzonder. Want Bradley, je hebt een zware tijd achter de rug. Ja, klopt. Ik heb dus dit jaar is er een ontdekking gedaan dat er een tumor in mijn rugwervel zat. En ja, ik ben toen gewoon superlang niet op school geweest. Ja. En het was zelfs zo erg dat je zo lang in het ziekenhuis hebt gelegen dat je ook niet naar school kon. Dat je eigenlijk de mentor zei en dat de doktoren zeiden van, sla die examens nou maar over. Ja, dat was wel het plan, omdat ik na het ziekenhuis natuurlijk ook nog heel lang thuis moest liggen. Hier beneden gewoon in bed. En ja, toen zei de mentor ook al van, ja weet je, dan kun je beter gewoon thuis blijven. En het ziekenhuis zei ook van, en dan pak nou een tussenjaar geneesgoed en dan doe volgend jaar eindexamen. Want het hakte er nogal in, hè, die tumor. Dat was heel, heel heftige periode voor jou. Gelukkig was het een goedaardige tumor, maar dat wist je van tevoren niet, hè? Nee, klopt. Maar de operatie was natuurlijk wel zwaarder als vooraf gedacht. Ja. Ja. Inderdaad. En daarom zeiden de mentoren, doe nou niet mee, Bradley. Maar Bradley die denkt, ik doe helemaal wel mee. Want waarom ben je nou nog zo hard aan het leren voor Nederlands? Waarom wil jij dit halen? Ja, natuurlijk omdat ik naar mijn opleiding wil. En het lijkt mij niet leuk om als enigste overblijven en heel je klas naar een nieuwe school te zien gaan. En denk je dat het gaat lukken? Hoe sta je daarvoor? Op zich, met de cijfers die ik nu heb, zou ik het kunnen halen. Ja. En Nederlands dus straks voor jou het programma. We hebben het er gisteren al even over gehad. VWO Nederlands, het allereerste examen, ging hartstikke slecht, zeiden ze. De teller staat nu op 28.000 klachten. Dat hopen we niet voor jou. Nee, ik hoop het ook niet. Ik heb het ook gezien op Facebook. Ja, al die klachten en het horror-examen. Ik heb het ook inderdaad gedeeld. En ja, het zag wel heftig uit, het stuk wat erbij stond. Ja, klopt. Ja. Nou, we hopen allemaal met jou dat je gaat slagen. En we hopen ook heel erg vooral dat we dan gaan feesten daarna. Want dat moet dan ook nog kunnen, hè? Ja, ik hoop het. De vlag eruit. En ja, laten we het hopen. Ja, nou, wij volgen Bradley vandaag de hele dag. Dus we hopen dat hij gaat slagen. Maar als we nou allemaal duimen, dan komt het vast goed, Maarten en Tessel. Heel knap. Ja, om gewoon die beslissing te nemen. Ik wil niet als enige die klas overdoen. Dat een jaar uitstellen. En er gewoon voor gaan. Poeh.